Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 9 hier in Hongarije. Heb jij de vorige aflevering in Engeland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik daarop en natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Een gebruiker of een abonnee wou meer laten zien van de Racing and Development Tree. Dus ja, die zie je dus voor je neus. Zover zijn we dus met de upgrades. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat geeft helemaal niks. We gaan lekker door met de kwalificatie. We zijn aanbeland bij Q1 in Hongarije. Een ingewikkeld circuit om op te rijden. Een soort van Monaco zonder muren vind ik het. Het is smal. De bochten zijn heel langzaam. En je hebt gewoon veel momenten onderstuur en overstuur. Een Mickey Mouse baantje wordt dit genoemd door Olaf Mol. En wij gaan proberen om misschien door te kunnen komen naar Q2. Maar de eerste run is al niet goed. Waarom? We schieten gewoon door. Terwijl George Russell de snelste tijd noteert. En Vettel pakt het gewoon van hem af met een 1.15.4. Komen we aan bij de laatste bocht. Ietsjes te wijd. Max Verstappen zet een 1.14.1 neer. Hebben we hier wel een goede exit, klein beetje overstuur. En dan noteren wij een P9. Met een 1.19.1. We zijn inmiddels aanbeland bij onze tweede run. Op weer dezelfde softbanden als wij run 1 hebben gemaakt. En we verliezen wat tijd. Een tiende, helaas. Dat moeten we goed zien te maken in deze run. Anders moeten we nog een derde run eraan vastplakken. P22 gewoon. Laatste zitten we bij Q1. Nog 8 minuten ongeveer op de klok. We zijn ongeveer 1,9 seconden sneller. En dat brengt ons naar de laatste plek. Helaas. Gaan we onze laatste run in met een verse set softbanden. Iedereen is al op de baan. Ik wil een gat trekken naar de jongens voor mij die nu de pits gaat uitkomen. Wij moeten hier alles geven in onze laatste run in Hongarije. Voor misschien een kans te maken voor Q2. En die pakken we al niet zo goed. Waarom? We verpesten de eerste bocht. De exit was niet goed. De ene laatste bocht nemen wij ook niet goed. Hier veel te wijd. En dat verliest ons gewoon heel veel tijd. Missen we daar gewoon de apex. En is het gewoon einde verhaal. We springen naar een P19. Maar dat is niet goed genoeg. Want Perez zet de snelste tijd neer in Q1. Sainz naar 2, Norris naar 3. En wij komen op een P21. Want Christian Lundgaard pakt ons toch nog. Eén laatste plek dus in de kwalificatie. Dat gaat lastig worden op een baan waar inhalen niet zo gemakkelijk is. We gaan het zien wat het gaat worden voor aflevering 9 van My Team Career Mode. It's race day in Budapest as we get ready for another round of the Formula One World Championship. We don't expect too many retirements at this track. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher. He made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Perez, Charles Leclerc and Ricciardo.
Vettel, Gasly, Stroll, and Yuki Tsunoda. Raikkonen, Sainz, Esteban Ocon, and Hamilton, they've taken a grid penalty. Giovinazzi, Fernando Alonso, Mick Schumacher, and George Russell. Mazepin, Lundgaard, the Professor, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top? We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Medium hard is de strategie. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor. My Team Career Mode, aflevering 9 hier in Hongarije. De lampen springen aan. We starten op P21 als ene laatste op de grid. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon normaal weg. Slechte weg dan Latifi, want ze zitten gelijk aan mijn binnenkant. Mazepin en Lundgaard zijn beter weg. En we moeten daar even oppassen voor Schumacher, want die duwt daar ons gewoon naar het gras toe. Het Giovinazzi kijken aan de buitenkant is mislukt. En we zijn weer terug op P22. Latifi zit er aan die binnenkant. Die kennen we van Engeland, want daar hadden we ook een crash mee namelijk in de openingsronde. En hij moet dit keer opgeven. We zitten in de slipstream van George Russell. Maar we kunnen niet aanvallen. Beetje moment op die curbstone. Hier en aan de buitenkant proberen bij George Russell. Lukt dat? Dat lukt niet. Daar zit dan ook Nicolas Latifi aan mijn binnenkant. En die raakt ons. Latifi raakt ons en is gespind. Nicolas Latifi gespind in de openingsronde na contact met mij. Dat kennen we van Engeland, want dat gebeurde precies hetzelfde namelijk. Herhaling van de start. De lampen sprongen natuurlijk aan hier in Hongarije. En ik weet niet wie er beter wegkwam. Volgens mij was dat Max Verstappen die beter wegkwam. Jazeker. Verstappen kwam beter weg dan Lewis Hamilton, zie ik. Pakte ook gelijk de leiding. En Lundgaard met een enorme divebomb. Volgens mij deed Mazepin daar een momentje. Sorry, dat was Schumacher die dat deed. Naar Williams rijden toe. Daardoor moest Lundgaard ontwijken. En had hij zo'n grote divebomb. Als het Latifi daar aan mijn binnenkant, we knijpen hem daar af en doet hij gewoon bijna precies hetzelfde. Hè? Doet hij bijna precies hetzelfde als in Engeland. En dit keer moet Latifi opgeven. Hier gebeurt niks bijzonders. Dan kijken we hier aan de buitenkant bij George Russell. Maar dat was dus mislukt. We reden wat op die sausage curve. Latifi zit aan mijn binnenkant. Gaan we z'n tweeën door de bocht en Latifi spint. Ik denk dat Latifi een gat zocht. Een gat zocht, dat bedoel ik. Wat er niet was. Denk ik. We zijn aan boord bij de Canadees. Ja, wij gaan daar wijd. En Latifi remt heel laat. Ah, hij raakt ons achterwiel. Aha, oké, dat gebeurde er dus. En Latifi moet helemaal van achteraan terugkomen. Latifi raakt ons achterwiel en is dus gespind. Nou, dan weten we dat dus ook weer. Wij krijgen trouwens geen straf voor de crash met Latifi. Dat is goed om te zien. We zijn weer terug bij ons eigen point of view. POV ook genoemd. En we volgen George Russell. Die rijdt op P19. Schumacher op P18. Hij rijdt op de soft. Dus hij moet eerder naar binnen dan ons. Max Verstappen noteert een 1.20.8. En wij kunnen alleen maar volgen. Dat is het helaas. Want ja, de auto is nog steeds niet goed genoeg om te kunnen vechten voor Q2 en de punten. Zo simpel is het. Zo pijnlijk is het. Maar goed. Hopelijk dat we vanaf seizoen 2 mee kunnen doen met het middenveld. Het is geel in sector 1. En dat is Esteban Ocon die zich heeft vergaloppeerd. Ik heb daar helaas geen replay van. Jammer, maar helaas. En we schuiven een positie op van P20 naar P19. En dat gat naar George Russell is 1,5 seconden. Ik hoop niet dat dit een Engeland geval is. Want toen verloren wij ook heel veel tijd. Vettel, Gasly naar binnen. En Mazepin doet een aanval aan de buitenkant. Maar dat lukt niet, want we remmen wat later dan de Rus. En die plek is nog steeds van ons. Gaat voor P17.
daar hebben we Hamilton dan naar binnen zien duiken. En we doen daar gewoon een dive op maken naar de Brit. De wielen hangen wat een beetje in elkaar. Duwen hem daar wijd. En dat is gewoon P15. Nog steeds geen punten. En Mazepin doet dit wel goed. Want die gaat zo meteen Lewis Hamilton ophouden. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 12. Als Gasly het daar probeert aan de buitenkant. Maar die blokkeert zich. Jazeker. Gasly blokkeert zijn rechte voorband. En is wat tijd kwijt. En wij hebben nu wat schone lucht. Ongeveer 18e is het naar Gasly toe. En dat gat naar George Russell is 6,4 seconden. Dat is gewoon enorm groot. Rijden nog steeds op een P15. 6,4 seconden naar George Russell, zegt Jeff. Gasly heeft dat gat weer dichtgereden. Het is trouwens geel op het rechte stuk. Terwijl Gasly het daar probeert aan de buitenkant. Dat lukt niet Gasly, want wij rijden hem daar gewoon van de baan af. Ja, zo ongeveer. En Mick Schumacher is uitgevallen in de wedstrijd. Mick Schumacher uitgevallen. Gasly probeert het daar bij de heuvel, maar hij moet zich daar toch gewonnen geven. Want als je hem daar gewoon ernaast zet, dan moet je van ja, hele goede huis komen om dat gewoon te voltooien. En meestal loopt dat af in een crash. En dat is gewoon niet de bedoeling. Nog steeds op het randje buiten de punten. P13, dat moet gewoon worden verbeterd. Maar dat gat naar George Russell is 7,2 seconden. We maken een fout. Maar knijpen Gasly daar gewoon af. En Gasly blokkeert zich en moet zich tot nu toe gewonnen geven. Mick Schumacher staat daar nog steeds stil volgens mij. Oh, Gasly. Pierre Gasly heeft een motorprobleem. En dat zijn twee uitvallers, Schumacher en Gasly. En de safety car is uitgeroepen op de baan. Dat betekent dat dit een perfecte timing voor ons is, want we verliezen zo weinig mogelijk tijd tijdens de pitstops. En we moeten nog een keer naar binnen voor die harde band. Kijken waar we zo meteen naartoe gaan van P15, want daar staan we dan op dit moment. Heel veel jongens duiken ook naar binnen, zoals Giovinazzi, Alonso, Russell. Profiteren allemaal van deze kans tijdens de safety car fase. Hamilton gaat ons voorbij. Maar we komen denk ik mooi voor Vettel de baan op. Dat is een P16. Het team staat niet klaar voor mij, want ook Christian Lundgaard was binnen. Het heeft 3,9 seconden geduurd, extreem lang. Giovinazzi is ons gepasseerd en het is een P18. Maar drie plekken verloren tijdens deze safety car fase vind ik een win-win situatie. Waarom? Als we normaal naar binnen gaan, dan komen we terug op P20 of op P22. Sorry, dat zeg ik niet goed. Op P20, ja. Want er zijn twee uitvallers in de wedstrijd. Nu moeten wij naar het groepje jongens zien te rijden die al bij sector 3 zijn. Oftewel de safety car. Dus het gaat nogal lastig worden om in dat tempo te gaan rijden. Want ik weet niet tot hoe lang de safety car buiten blijft. Hamilton naar een P16. Ik weet niet of hij nog naar binnen moet. Volgens mij wel. Want hij rijdt al een paar ronden op die medium banden. Terwijl we nu bij de groep zijn aanbeland. Daar is Giovinazzi voor ons. De safety car duikt trouwens naar binnen. When the field accelerates, remember, en Hamilton, ja, terug even naar Lewis, die moet volgens mij nog een keer naar binnen. Want zoveel onder lang op die medium band ga je denk ik niet houden, jongen. Dat lukt gewoon niet en moet gewoon denk ik naar die harde band. En dat gaat hem niet fijn vinden, want de Mercedes is daar gewoon niet snel op. Wie leidt de grote prijs? Dat is volgens mij een McLaren. Nee, dat is een safety car die trouwens naar binnen gaat. Volgens mij leidt een Red Bull de wedstrijd. Dat is Perez. Die de wedstrijd leidt. Groene vlag en we gaan weer racen hier in Hongarije. Vettel is wat wakker gebleven. Wij liggen wat te slapen tijdens de herstart. En moeten nu richting Giovinazzi gaan rijden. Maar we voelen ook de druk van de Duitser. Sebastian Vettel in zijn Aston Martin. Dat is 16e naar Vettel. 15e naar Giovinazzi.
dat moeten wij gewoon dicht zien te rijden. We zitten in ronde nummer 18 van 35. We staan op positie 18 van 20. Latifi als laatste. Groen in sector 1. 18e sneller dan onze beste tijd hier in Hongarije. Dat is goed, maar we maken een foutje. En Vettel ziet dat. Is hij er voorbij? Nee, want we remmen als laatste van de twee. En dat is nog steeds P18. Dit gedeelte is gewoon moeilijk voor mij. En dat is gewoon niet fijn. Maar ja, we hebben het ermee te doen helaas. We zitten in ronde nummer 20. Nog 15 rondes eraan. En zetten onze persoonlijke snelste raceronde neer. Daar gaan we dan voor een avond bij Giovinazzi. We komen van ver. Maar dat is gelukt. En dat is P15. Op naar George Russell. Dat gat is 16e. In ronde nummer 22 is het dan zover. En daar hebben wij Russell dan te gaas genomen. Doe hem daar gewoon wijd. En dat is P13. De punten kunnen wij misschien nog gaan halen. Dat zou wel heel vet zijn dat dat gaat gebeuren. Hamilton duikt naar binnen. Voor zijn laatste pitstop gaat volgens mij naar de harde band. Als ik dat goed zeg. En valt dus ver terug. Volgende heet dan Fernando Alonso. Die rijdt op de harde band en dat gaat dus 1,2 seconden. Maar Vettel zit er ook aan te komen. Daar hebben wij dan Sebastian Vettel. We kunnen ook naar Alonso toe remmen hoor. En Lundgaard rijdt in de punten. P9. Dat is goed om te zien. Raikkonen naar 10. Maar eerst Sebastian Vettel afzien te handelen. We maken een klein foutje en raken per ongeluk de Duitser. Die heeft zijn voorvleugel beschadigd en moet gewoon naar binnen. Dat betekent einde verhaal voor Sebastian Vettel. Die daar ook gelijk heel veel secondes verliest. Vanwege de downforce die daar gewoon weg is bij zijn Aston Martin. Jammer Sebastian. En ik moet gewoon mijn excuses aanbieden. Waarom? Ik had het gewoon niet moeten doen. Ik had de auto beter onder controle moeten zien krijgen. En het is helaas niet gelukt. We zitten in ronde nummer 27. Alonso zit te slapen. En we duiken gewoon voor een gat dat er bijna niet was. Maar toch vinden wij een weg. En dat is P11. Lundgaard rijdt in de punten. Maar ik wil graag dat punt afzien te pakken van mijn teamgenoot. Alhoewel, ben ik een teamplayer of ga ik voor mine van de vogels van, hoe heet het nou, van Finding Nemo? Je dit ook doen? We gaan gewoon voor ons eigen, want Lundgaard blokkeert zijn rechter voorband. En dat is gewoon een punt. P10. Raikkonen kunnen we niet meer achterhalen. Die gaat gewoon van ons wegrijden. We moeten nu verdedigen van Lundgaard, Alonso en Valtteri Bottas. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. We gaan ons nu focussen op onze eigen wedstrijd. Lundgaard moeten we zien te verdedigen. Dat gat is 15e. En we rijden al wat weg van onze Deense coureur. Nou, Lundgaard komt daar terug. Christian Lundgaard komt daar terug. En raakt ons daar net niet, maar zit daar wel goed. Lundgaard zit uitstekend. Wij verdedigen die binnenkant. Ook Valtteri Bottas komt gewoon kijken. Maar wij houden die plek. Lundgaard verliest een plekje aan Bottas. Denk het wel. Jazeker. Bottas met een betere exit. En wij moeten onze auto breed houden. Nog 6 rondes te gaan. En Bottas kan hier volgens mij helemaal niks. Nee, Valtteri, dat gaat niet. Dat lukt niet. Hij rijdt op de mediumband. Dus een compound zachter. En hij heeft een snellere auto. Dat gaat nog lastig worden voor ons. Voor dat punt te verdedigen. Daar zit dan Bottas te kijken. Maar wij verdedigen heel scherp en heel hard. Nog steeds P10. Bottas kijkt naar die buitenkant. Maar dat lukt niet. Want wij duwen hem daar wat wijd. Wij schieten zelf ook wat door. Bottas probeert daar gewoon terug te kruisen bij ons. Lundgaard zit aan die binnenkant. Raakt ons op het achterwiel. En had daar bijna een spin. Bottas zit nu te kijken op het rechte stuk. We hebben overteken op aanstaan. En hij is er voorbij. Oh, Valtteri. Rustig aan, jongen. Je bewoog daar wat in de remzone. Dat is niet slim en niet fijn. En helemaal niet zo'n sympathische beweging die je maakt. Maar goed, het is wat het is. Ronde nummer 31 is het alweer.
En Bottas zit te kijken voor dat laatste punt. En dat lukt met Valtteri. Je moet wat met wat beters komen. Hoe je het daar wel mee uitremmen, maar dat is niet gelukt. Dan kan hij het hier opnieuw proberen. Aan de buitenkant. Lukt dat Valtteri? Natuurlijk niet. Dat lukt gewoon niet. Alonso kijkt mee en profiteert mee, want hij is na P11. Heeft Valtteri Bottas verslagen voor P11 natuurlijk. En Bottas doorvis naar een P12. 8,0 seconden is het naar Raikkonen. Dat gat kunnen we niet meer goed rijden. Zo is het nou eenmaal. Nu moeten we in deze laatste 400 van de wedstrijd Fernando Alonso van ons iets af te slaan. Om dat laatste punt binnen te halen. En misschien zo wel een hele uitstekende wedstrijd te hebben gefinished. Van P21 naar een punt. Ik vind dat hartstikke knap. Maar het is hier nog niet gedaan. Want Alonso kan daar kijken. Wij verdedigen gewoon tot op het randje. Zolang de FIA het toelaat. Zover gaan wij voor dat punt. Waarom? Prijzengeld natuurlijk. En elk punt is gewoon geld waard. Vooral voor zo'n klein team als mijn team. Schaven Racing die punten hard nodig hebben. Alonso zit daar met een aanval. Kijk naar de buitenkant. Bottas zit in mijn slipstream. Alonso probeert het. Maar dat lukt niet. Onder nummer 32 is het gewoon. En dit keer aan de buitenkant kijken. Dat verhaal kennen wij van Fernando. En we laten hem gewoon uitrollen. En nog steeds P10. Bottas profiteert mee. Hamilton profiteert mee. De beide Mercedes zitten nu op mijn staart. En die auto's zijn gewoon snel. Alonso en Hamilton hebben met elkaar aan de stok. De grip gaat verdwijnen, zegt Jeff. Dus daar moeten we mee oppassen. Er zijn nog 3 rondes te gaan. Volgens mij leidt Sergio Perez de wedstrijd. Als ik dat goed zeg. Of is dat Lando Norris? Weet ik niet zeker. Bottas kijkt naar de binnenkant. En ook Hamilton kijkt mee. En Bottas is er voorbij. We tikken hem daar helaas aan. En Bottas moet zich daar wat gewonnen geven. Ook Hamilton probeert het via die buitenkant. Een beetje wielbengen met de zevenvoudige wereldkampioen. Maar dat mislukt. Oh, Bottas raakt ons en is zijn vleugel kwijt. Weet ik niet zeker. Nee. Bottas niet zijn vleugel kwijt. Maar wel wat momentum. En Giovinazzi kijkt voor P11. Dat gaat nog spannend worden tussen de Italiaan en de Fin. Green flag. Het is geel. Er valt iemand stil. Dat is volgens mij Esteban Ocon. Zeg ik dat goed? Nee. Niemand valt stil. Ik denk dat Ocon of Alonso zich gewoon heeft geblokkeerd. Oké, dan weten we dat ook. We gaan de laatste raceronde alweer in. De laatste mogelijkheid om Lewis Hamilton nog af te toppen voor dat laatste punt. Hij kijkt naar de buitenkant. Daar is gewoon ruimte. Oh, Lewis beweegt ook wat in de remzone. Stuurt daar gewoon op ons in, maar wij laten dat niet toe. En duwen hem daar wijd. Alonso probeert het dan dit keer weer naar de buitenkant. Heel krap met de Spanjaard, maar die bocht is voor ons een beetje te wijd. En Lewis ziet dat. Max Verstappen wint de wedstrijd. Niet Perez, maar Max wint de wedstrijd. Wie wordt dan tweede? Dan wordt Perez tweede en wordt een Ferrari-coureur derde. Dat is Charles Leclerc volgens mij. Een 1-2'tje voor Red Bull. Dat is pijnlijk voor Mercedes. Want die twee strijden voor het wereldkampioenschap bij de constructeurs. En Max en Lewis strijden voor de rijderstitel dit seizoen. Dus wij gaan hier Red Bull een enorm voordeel meedoen. En Mercedes twee klappen uitdelen. Maar we zijn de auto daar bijna kwijt. Raken Lewis Hamilton. En hij heeft zijn vleugel beschadigd. En Hamilton verliest plekken aan Giovinazzi. Nou, nee, Hamilton kan zich daar niet gewonnen geven. En verliest ook plekken aan Fernando Alonso. We hebben Red Bull geholpen vandaag in de wedstrijd in Hongarije. Van P21 naar P10 een punt gepakt. Dat is heel goed. Ik vind zelfs dat we Driver of the Day krijgen. Krijgen wij die ook?
Jazeker, we krijgen Drive of the Day. Daarmee zit deze wedstrijd erop en gaan we ons opmaken voor de grote prijs van België. Budapest then, and what a victory it is after an incredible Grand Prix. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Look at the driver standings. Max Verstappen now leads the driver. De uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint de wedstrijd. Perez maakt het Red Bull feestje compleet. Charles Leclerc naar het podium. Weddens naar P10 en krijgen Driver of the Day bij de Mercedes dus buiten de punten gevallen helaas. Norris naar 4, Ricciardo 5, Stroll 6, Tsunoda 7, Sainz 8, Raikkonen 9 en wij dus daar het laatste punt. Dat is goed om te zien. In Formula 1. Stand bij het kampioenschap gaan we zo meteen even kijken. Lund gaat naar 15 en twee uitvallers, Gasly en Schumacher. Verstappen en Perez nemen 1 en 2 over van Hamilton. En wij dus naar P8 in het constructeurskampioenschap en P13 in het coureurskampioenschap. Red Bull neemt namelijk de leiding over in het constructeurskampioenschap. Dus dat belooft nog wat voor de laatste 10 rondes van seizoen 1. Maar goed, ik denk dat deze aflevering er alweer op zit, mensen. Deze aflevering zit er alweer op. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Kan er wat verbeterd worden op deze aflevering? Zet het dan in de comments neer. Volg me al op social media. Nee, gewoon even doen. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En ja, ik zou zeggen... Abonneer voor meer, schakel ook een like belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Dit was de journal mensen, tot de volgende keer bij F21 My Team Career Mode. Gaan verder in België.